Servier hem. Het toernooi wordt gespeeld op de beroemde Stanford Universiteit, de campus van de universiteit in Berkeley. En dat ligt vlakbij San Francisco. Venus Williams had een baai in de openingsronde, won daarna van landgenote Lindsay Lee Waters, een onbekende speelster met 2x6-1. En daarna van de Israëlische Anna Smashnova Pistolesi met 6-0 en 6-3. Prachtige bal van deze Amy Frazier, die door hard werken zo ver is gekomen. Ooit een ranking kende van de 13e positie op de wereldranglijst in 1995. Venus Williams heeft hard getraind voor dit toernooi, veel fysiek werk verricht na haar teleurstellende optreden op Wimbledon. Daar verloor ze in de tweede ronde verrassend van de jonge Kroatische Karolina Sprem. Zeer talentvolle speelster, dat wel. Maar ze stond daar natuurlijk hoog geplaatst. En ook bij de Franse Open kampioenschap bereikte ze tot de kwartfinale, waarin ze verloor van de latere winnares, de Russische Anastasia Miskina. En verder heeft Venus Williams dit jaar 2 toernooizegers behaald. In Charleston, in Amerika, South Carolina en in het Poolse Warschau. Prachtige bal, ja. Ze kan hele verrassende slagen maken. Deze 31-jarige Amerikaanse speelt voor de 14e maal hier al in Stanford. 14e achtereenvolgende maal zelfs. Met als beste resultaat een halve finale plaats in 99 en deze halve finale. Speelster die opereert vanuit het achterveld, vlakke slagen heeft. De eerste game gaat naar Venus Williams. Ze moest daar toch even knokken voor deze openingsgame. Voormalig nummer 1 van de wereld, die hier voor de 9e maal speelt, hier in Stanford. Toernooi 2x won in 2000 en in 2002. En ook 2x de finale haalde in 98 en 99. Daar ziet u de kampioenen van de afgelopen jaren. Kim Kleisters won het vorig jaar, won toen van Jennifer Capriati. Zag daar ook die 2 toernooizegers van Venus Williams staan. Amy Frazier aan service voor de eerste maal. Begint met een dubbele fout. Haar gezicht goed ingesmeerd tegen de zon. Het is behoorlijk warm. Dik in de 20 graden. Je ziet daar Williams wat naar voren kruipen om de bal snel te kunnen nemen. En een tweede dubbele fout voor Frazier van deze game. Frazier won hier van de Amerikaanse Amber Liu. Die kreeg een wildcard van de toernooiorganisatie daarna.
van Marion Bartoli uit Frankrijk. En in de kwartfinale van Patty Schnier uit Zwitserland. Ja, drie dubbele fouten. Ze begint dus niet goed. En een breekkans voor Williams. Fraser, ze komt uit Rochester Hills in staat Michigan. Is geboren in St. Louis in Missouri. En opnieuw kijken we naar een lange game. Tweede breekkans voor Venus Williams. Ja, prachtige bal van deze voormalig nummer 1 van de wereld. En ze breekt in de tweede game en leidt dus nu met 2-0. Mooi om te zien die opnames van de wat lage camera. Zodat je goed kunt zien hoe snel Williams in dit geval moest reageren op die ballen van haar landgenoten. Ja, kan ze heel goed snel de bal nemen, alhoewel er nauwelijks effect zit in die slagen, die ballen die Fraser produceert. Daar maakt ze goed ruimte voor de bal, past haar slagbeweging aan, gooit het lichaam ook nog in de bal. Ja, en doet dat hier opnieuw. Speelt ze zonder Franje, die recht op haar doel afgaat. Speelster die
op Wimbledon haar 16e toernooi speelde. En aanstaande US Open in New York haar 18e Grand Slam gaat spelen daar, op Flushing Meadows. Hij heeft dus een lange carrière al achter de rug. Professional vanaf januari 1990 moet ik zeggen. En dan zit het nu mee. En daar is de break terug voor Fraser. Williams op een 2-1 voorsprong in de eerste set. Bij deze halve finale van het toernooi in Stanford in Amerika. Amy Fraser gaat serveren. Twee breaks hebben we gezien. De tweede game in het voordeel van Williams. En zojuist in de derde game brak Fraser direct al terug. En zij serveert nu zelf. Begint opnieuw met dubbele fouten te slaan. En die game die ze inleverde daarnet, die tweede game, sloeg ze maar liefst 3 dubbele fouten. We kunnen met recht constateren dat de opslag niet of nog niet loopt. 15-0. Ja, je zag daar net even de fouten voorbij komen. Venus Williams slechts 2 unforced errors, dus onafgedwongen fouten. Fraser al op 8. Prachtig geplaatst deze bal. De mid-service lijn opgezocht door Fraser en ze klampt aan. Het is 2 gelijk. Amy Fraser won dit jaar op Wimbledon, verrassend, van Anastasia Myskina in de 4e ronde. De winnares van de Open Franse kampioenschappen. Nee, dat was in de 3e ronde. Ik moet me even herstellen. Ze verloor daarna in de 4e ronde van Maria Sharapova, de latere winnares. Vader Richard Williams en links, voor ons althans links naast hem, Carrie Brooks, de fysiotherapeute, die al vele jaren de beide zusjes Williams begeleidt. Prachtige bal. Dat was echt geen slechte aanvalsbal van Williams. Ze kan razendsnel handelen, heeft eigenlijk weinig tijd nodig om die slagen recht toe, recht aan, zoals ze ze uitvoert, uit te voeren. Daar wat gebruik maken ook van de vaart van de bal. En 2 breekkansen voor Fraser.
Frazier breekt opnieuw de opslag van Venus Williams. En komt op een voorsprong voor het eerst in deze partij van 3-2 in de eerste set.